Welke impact had corona op de zorg? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Vanavond in deze zesde en laatste Uitgelicht terugblik special gaan we het hebben over de impact van corona op de zorg in het afgelopen jaar. Dat doen we met Elisabeth van Vuren, verzorgende bij Huizen Nieuw-Oord in Woudenberg, en Paul Lieversen, arts palliatieve zorg bij Laurens Cadenza Zuid in Rotterdam. Beide hartelijk welkom. Om met u te beginnen, mevrouw van Vuren, hoe heeft u het afgelopen jaar ervaren? Nou ja, ik vond het best een pittig jaar. Het was natuurlijk gelijk vrij snel al begin van het jaar dat die coronavirus kwam. Ja. De eerste golf hebben wij eigenlijk op het werk geen last van gehad. Mm-hmm. In die zin dat wij geen zieken hebben gehad. Wel dat mensen verdacht werden en daardoor in quarantaine moesten. Ja. En dat je toch eventjes een beschermende maatregel aandoet totdat je weet dat het goed is. Ja, maar de tweede golf was heftig. De tweede golf was heel heftig. Ja. Toen zijn er echt het grootste deel van de bewoners ziek geweest en mensen overleden. Dus dat was echt wel heel heftig. Ja, komen we zo meteen nog op terug. Meneer Lieversen, hoe heeft u 2020 ervaren? Ik kan wel veel ervan van aansluiten hoor. Ik herinner me dat toen het niet meer ver weg was, alleen corona, van China en later Italië, maar ook in Nederland bekend werd dat wij ermee te maken kregen. Ik werd al snel een keer aangesproken in het dorp waar ik woon. Toen iemand die zei, joh, Paul, mag ik even met je praten? Want ik slaap niet meer. Ik ben gewoon bang. Dan ga ik bidden 's nachts. Het is een gelovige meneer. Maar hij zegt van, ik weet dat ik tot een risicogroep hoor, wat mijn leeftijd betreft. Wat is er gaande? Ja, nou, en heel veel onduidelijkheid die, 2020. Die, en die stemming, die is een beetje overgegaan. Mm-hmm. En een beetje betreur ik dat, want de ernst is nog steeds aanwezig. Ja. Maar ik snap het wel. Dus de algehele neiging om toch terecht bang te zijn voor wat is er gaande. Onzekerheid inderdaad. Ja. We gaan er zo meteen verder over praten. Maar nu eerst een nieuwsoverzicht van de maand november. Op 2 november vindt in het centrum van Wenen een aanslag plaats. De aanslagpleger is een 20-jarige Oostenrijker en aanhanger van IS. Tijdens de aanslag komen 4 mensen om het leven. Het was tijdens de aanslag extra druk in het centrum van Wenen. Mensen vierden hun laatste avond uit voordat er strengere coronamaatregelen zouden ingaan. Op 8 november maakt de trein Virgin Hyperloop in Amerika haar eerste testrit met passagiers aan boord. De trein bereikte een snelheid van 172 km per uur. Dat klinkt misschien niet zo snel, maar uiteindelijk moet de trein 1000 km per uur gaan rijden. Bij een Hyperloop rijdt een trein door een bijna vacuümtunnel. Door de lage luchtweerstand kunnen makkelijk zeer hoge snelheden worden behaald. De passagiers voelden zich tijdens de rit normaal. Ze hoefden geen speciale kleren te dragen en de rit duurde slechts 15 seconden. Op 10 november sluiten Armenië en Azerbeidzjan een vredesovereenkomst met bemiddeling van Rusland. De overeenkomst maakt een einde aan het gewapende conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over de betwiste regio Nagorno-Karabakh. De komende tijd moet Armenië meerdere gebieden in Nagorno-Karabakh teruggeven aan Azerbeidzjan volgens de overeenkomst. In de Armeense hoofdstad gaan duizenden inwoners uit protest tegen deze beslissing de straat op. In Azerbeidzjan gaan mensen vanwege dit feit juist de straat op in feeststemming. Op 13 november besluit de Nederlandse regering dat er dit jaar geen vuurwerk mag worden verkocht of afgestoken tijdens Oud en Nieuw. Daarmee wil de overheid extra druk op de zorg en handhaving voorkomen die al enorm onder druk staan vanwege de coronapandemie. Ja, allebei, mevrouw van Vuren, wat vindt u van het vuurwerkverbod? Nou ja, ik ben er wel blij mee. Ik denk, er is al eigenlijk het hele jaar al best wel grote druk op de zorg door vanwege de corona. En als we hiermee toch net iets minder druk kunnen geven, dan denk ik dat dan is dat wel welkom, ja, zegt u. Zeker. En denkt u, meneer Lieversen, dat dit inderdaad de druk op de zorg zal gaan verminderen? Ja, maar ik zit ook een beetje dubbel in tegelijkertijd. Mm-hmm. Ik ben ook geen vuurwerkfan van mezelf niet. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat Oud en Nieuw is ook iets om bij stil te staan. Het is ook een Bijbelse gewoonte om bij feestdagen, of het nou een verjaardag is of een hoogtijdag, om daar aandacht aan te geven. Dus markeren van zo'n punt vind ik iets goeds. Ja. Maar het wordt vaak goed gepraat met het is een traditie in Nederland. Nou, toen ik een kind was, was er geen vuurwerk op straat. Er werd op een voetbalveld in het midden in een dorp wat vuurwerk afgestoken. Dus je zegt vuurwerk is niet per se nodig om te markeren. En dan is wat mevrouw van Vuren net zegt, ben ik helemaal mee eens, dat als het verlichting geeft op de zorg, is het goed. Maar ik denk wel aan de slachtoffers.
Ja. Ook de omstanders die een oog of een hand kapot van gaat van vuurwerk. Dus ik heb het nooit goed begrepen om vuurwerk zo'n feit. Wat nou de lol ervan is. Ja. Wat de lol ervan is. Ja. Plus de schade aan hulpverleners. Ja, als we het hebben over de druk op de zorg. Hè, welke impact heeft corona gehad op de zorg in het afgelopen jaar? Enorm. Mm-hmm. Het was al in het voorjaar dat ook mijn ogen opengingen. Toen ik een webinar volgde van collega's die op intensive care werken. En op eerste hulpafdelingen werkten. Dat ik een collega zag. Die was bijna in tranen. En dan praat ik over een stoere chirurg. Die liet merken van... Mensen, zei hij tegen die collega's... Het gaat niet. Het is echt menens. Wat hier in Brabant was het toen. Wat hier in Brabant aan het gebeuren is. In welke periode was dat? Maart? Dat was maart. Mm-hmm. Ja, dat was maart. Ja. En het is toen maar langzaam doorgecijpeld. Want boven de rivieren hadden we er veel minder mee te maken. Ik woon dan dicht bij Rotterdam. Daar was de druk veel minder groot. Maar het is daar toen al eerder vastgesteld hoe het compleet ontwrichtend kan zijn op een samenleving en op de zorg zelf. Ja, ik ga even naar mevrouw Van Vuren toe, want u heeft al aan het begin van de uitzending kort wat over verteld. Hoe heeft u dit jaar als verzorgende zelf ervaren? Ik vond het echt wel een heel heftig jaar. Gewoon, je hebt te maken met ernstig zieke mensen. Je hebt mensen die overlijden. Collega's, heel veel collega's zijn er bij ons ziek geweest. Waardoor ziek bedoelt u corona? Ja, met corona. Ja. Dus waardoor de zorg op een paar mensen terecht kwam. Je werkt dan heel veel diensten achter elkaar, wat je normaal eigenlijk niet doet. Maar dat doe je omdat je gewoon ingezet bent. Heeft u zelf corona gehad? Ik heb zelf geen corona gehad. Ik ben echt een van de weinige collega's die het niet gehad heeft. Dus dat betekent dat de zorg eigenlijk meer op uw schouders terecht kwam? Ja, er waren een aantal collega's die het niet hadden en die moesten gewoon met elkaar de zorg doen. Dus, en daarnaast ook gewoon de impact van de ernstig zieke mensen. Het werken in beschermende kleding. Ik vond het heel heftig. Ja. Terwijl voor ons, werkend in de zorg, de kans op de besmetting krijgen en dus ook op ziek worden, wel dubbel zo groot is. Ja. En dus extra nodig. Ik zie u met een mondkapje, bent ook binnengestapt. Ja. Ik heb ook altijd zo'n flesje bij me van alcoholgel om mijn handen schoon. De maatregelen, die weten wij beter nog dan anderen. Ja. Dat die niet een luxe zijn. Ja, we gaan straks nog doorpraten over die maatregelen en het nut ervan en de kritiek die er ook op is. Maar de impact op het huis waar u werkt, Huis in Nieuwoord. U zegt, daar is corona uitgebroken in de tweede golf. Ja. Hoe lang is het huis op slot geweest toen? Ik denk dat het wel alles bij elkaar zeker een maand op slot geweest is. Ik weet niet even uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, zolang er besmetting in huis was, is het huis op slot geweest. Ja. En op dit moment? Op dit moment is er dus niemand meer die corona heeft. Mm-hmm. Dus op dit moment zijn ze weer open, maar wel beperkt. We mogen maar een beperkt aantal bezoekers per dag ontvangen. En zo'n huis op slot, hoe zag dat er dan uit? Mochten ouderen uit hun kamer komen? Mochten ze met elkaar omgaan? Nee, toen de corona echt in huis was, moesten alle mensen op hun eigen appartement blijven. Mm-hmm. Met geen bezoek. Dus voor die mensen was het dubbel zwaar. Ja. Want in het voorjaar ging het huis ook op slot. Mm-hmm. Maar mochten de mensen nog wel met elkaar omgaan. En dat was nu ook niet zo. Dus mensen zaten echt gewoon helemaal op hun eigen appartement. Ja, vereenzamen de mensen. Ja, ja, echt heel erg. Ja. Een vriendin van ons uit dezelfde kerk, die wist dat haar moeder ernstig ziek was. Mm-hmm. Zij wist niet zeker of het corona was of een andere vorm van achteruitgaan en waarschijnlijk gaan overlijden. Ze kon niet eens op bezoek komen in de zin van alleen maar door een ruitje kunnen kijken naar haar moeder. Terwijl ze daar anderhalf uur voor gereden had. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat dat op dat moment verschrikkelijk is. Maar dat het ook zeg maar nu, 6, 7, 8 maanden na dato, dat het ook nog wel impact heeft op de bewoners. Zeg maar de lange termijn gevolgen. Hoe ziet u dat? Nou, dat is helemaal waar. Dat is zeker. De mensen die hebben echt toen een knauw gekregen van als ik opgeborgen moet worden in een verpleeghuis. Voor sommige mensen is dat echt het gevoel ervan. Ja. Je wil ze graag een thuis bieden waar ze ook zich veilig voelen en waar ze verzorgd worden en waar ze bezoek kunnen krijgen. Als het meest dierbare, namelijk het contact met je geliefden, als dat zo moeizaam gaat, via een iPadje, dat is enorm ingrijpend. Ja. En dat veel mensen dan de moed ontzinkt, ook christenen. Ja, is ook zo. Mevrouw Van Vuren, heeft u zich wel eens machteloos gevoeld? Ja, toen er echt een aantal mensen positief besmet waren in huis. En ook gewoon de eenzaamheid van de andere bewoners op hun kamers. Die daardoor in de war raakten en gewoon depressief werden. En gewoon echt, dat gewoon echt niet goed ging. Ja.
Dan voel je je even heel machteloos, ja. Ja. Maar wat kunt u dan wel doen op zo'n moment? Ja, je probeert toch zoveel mogelijk wel voor de mensen er te zijn. En even binnen te lopen, als het mogelijk is. Voor de mensen die wel corona had, was gewoon heel zwaar. En kostte heel veel tijd, ook met het uit- en aankleden en zo. Van je beschermende maatregelen. En daartussendoor belde ook familie, want die waren natuurlijk bezorgd. Mm-hmm. En soms had je eigenlijk weinig tijd om die familie ook te woord te staan. Ja. Hoe hield u dat dan vol? Toen wij dus echt corona op het werk kregen, toen zat ik in de auto naar het werk en ik kreeg een beetje een paniekgevoel van, oh help, nu is het echt en nu moet ik daarmee werken. En ik zit met kwetsbare kinderen van ja, wat als ik het zelf krijg en hoe ga ik het allemaal doen? En toen heb ik echt gebeden en toen werd ik eigenlijk heel erg bemoedigd door een psalm. Mm-hmm. Dat de Heer daarin liet zien dat hij ook mijn burcht en mijn beschermer wilde zijn. En ja, mijn motto is eigenlijk altijd, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Mm-hmm. En ik voelde zo'n rust over mij komen. En dat is eigenlijk niet meer weg geweest. Maar heeft u wel eens een moment gedacht van ja, is het allemaal wel waard? Misschien moet ik hiermee stoppen. Misschien moet ik... Het heeft mij juist extra gemotiveerd gemaakt. Toch wel. Om juist die zorg aan die mensen te geven. Ja. Juist in dat laatste stukje soms van hun leven. Ja. Ja. Meer lieverd, deze verhalen, hoort u die vaker? Gelukkig hoor ik die ook. Maar ik hoor ook van mensen, christenen ook, die er moedeloos van worden. Ja. Die zeggen van, ja, wat maakt het eigenlijk uit of je nou christen bent of niet, als je met zo'n crisis te maken hebt. Wat zegt u dan? Nou ja, wat mij helpt is een vergelijkbare soort gedachten als mevrouw van Vuren net zegt. Ik ben nu aan het lezen in de brieven aan de Hebreeën. Mm. Dan lees ik iets anders dan misschien dat u misschien zou lezen. Maar de aansporing, we zijn geen verzinsel achterna gelopen, maar we zijn een hogere hoge priester. En die ook met ons kan meevoelen. Maar ook de ernst om het serieus te nemen. En niet het zomaar te laten gebeuren. Ja. En dat was in een tijd geschreven dat ook de gelovigen toen enorm in de knel zaten. Maar nog steeds nu van toepassing is, zegt u. Daarom nu evenzeer van toepassing is. Ja, we gaan zo meteen weer eventjes verder praten. Maar eerst een nieuw overzicht van de maand december. Vanaf 1 december werd het dragen van een mondkapje in de publieke ruimte, binnenruimtes in Nederland, verplicht. In het openbaar vervoer gold deze regel al, maar vanaf december geldt de mondkapjesplicht ook in stations en bij bus- en tramhaltes. Iedereen vanaf 13 jaar en ouder moet een mondkapje dragen. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van €95. Op 1 december vindt ook een aanslag plaats in het Duitse Trier. Een 51-jarige Duitse man rijdt doelbewust met een auto in op een groep voetgangers in een winkelgebied van de historische stad. Hierbij komen 5 mensen om het leven, waaronder een baby. De dader had geen terroristisch motief. Het bewijs duidt erop dat hij psychisch ziek is. De man was dronken toen hij door de politie werd aangehouden. En de beelden van de inenting van de 90-jarige Margaret Keenan gaan op 8 december de wereld over. De Britse vrouw is de eerste persoon die het coronavaccin Pfizer-BioNTech kreeg toegediend. Aanwezigen applaudisseren en de pers legt het moment uitvoerig vast. De Britten hebben als eerste in Europa dit coronavaccin goedgekeurd door het Europese geneesmiddelenagentschap EMA te omzeilen. Naar eigen zeggen konden ze dit doen door de Brexit. En op maandagavond 14 december kondigt premier Rutte een nieuwe volledige lockdown aan in Nederland. Tijdens zijn toespraak vanuit het torentje in Den Haag is gejoel van demonstranten te horen. De situatie is zeer ernstig, dat is de boodschap die Rutte overbrengt. Scholen en kinderopvang gaan opnieuw dicht. Ook winkels, sportclubs, zwembaden en kapsalons moeten hun deuren sluiten, in ieder geval tot 19 januari. Ja, mevrouw van Vuren, meneer Lieverse, de nieuwe lockdown is sinds een aantal weken een feit weer. Hoe hard was dit nodig? We hadden geen keus. Nee. Punt. We hadden geen keus. Nou is er best discussie mogelijk over alle maatregelen stuk voor stuk. En terecht dat ook in het parlement erover gesproken is. Maar zoals het ging. Kijk, we praten wel eens over die IC-bedden. 500 van de 1000, we hebben er maar 1000 in Nederland, zijn bezet. Maar ik denk veel meer aan de verpleeghuizen bijvoorbeeld, waar mevrouw van Vuren mee te maken heeft. We hebben er 115.000 van. Maar als daar de corona doorgaat zoals we dat nu aan het zien zijn, en de 35.000 ziekenhuisbedden zodanig bezet worden door alleen maar corona en dus de andere zorg niet door kan gaan, dat is niet vol te houden. Ja, verwacht u dat deze maatregelen gaan zorgen dat de zorg iets ontlast wordt? Ja. Dat verwacht u wel? Dat verwacht ik zeker. Ja.
Wat denkt u ervan, mevrouw Van Vuren? Ja, dat denk ik ook zeker. Ja. Ik denk mensen die de laatste tijd gingen ze gewoon maar door of dat er geen virus meer was. Mm-hmm. Als je de winkelstraten bekeek en zo, dan denk ik van ja, als mensen dan niet willen luisteren, ja, dan moeten ze het voelen. Ja, want u staat in de dagelijkse realiteit van de zorg. U ziet het met eigen ogen. Wat doet het dan met u als u ziet dat mensen, sommige mensen wel, sommige mensen niet, zich dan slecht of niet aan de regels houden? Het maakt me boos en het maakt me verdrietig. Mm-hmm. Ik hoor ook mensen en dan denk ik, loop maar eens een keertje met mij mee. Mm-hmm. Zeker in die tijd dat het bij ons was, dan denk ik, loop maar eens mee om te kijken of dat het maar een griepje is. Ja. Het is echt iets anders dan een griepje. Mensen overlijden eraan. En misschien word je zelf niet ziek, maar als je iemand aansteekt die wel kwetsbaar is en die overlijdt daaraan, dat is geen grapje meer. Nee. Hoe reageert u daarop, meneer Lietzen? Ja, nou, daar kan ik helemaal mee in meevoelen. Ik ben erg blij met mijn zoon, die een gezonde jonge man is, fysiotherapeut, heel goed zijn verantwoordelijkheid beseft. Want hij gaat met kwetsbare mensen om, met oudere mensen, met Parkinson bijvoorbeeld. Hij zegt van, het moet toch niet zo zijn dat ik het overbreng. Dus hij is heel zorgvuldig in zijn contacten, ook als hij met ons omgaat, hoe zichzelf te beschermen om geen besmettingsgevaar voor anderen te zijn. Ja. Want precies wat mevrouw Van Vuren ook zegt, als ik hoor van mijn dochter die ook in de zorg werkt, dat een medewerker van hun praktijk met de ambulance is opgehaald omdat de zuurstofsaturatie in elkaar zakte. Mm. Ik praat over een gezond iemand die gewoon medewerkt in die praktijk. Een vriend van ons die net gepensioneerd is als huisarts, die de marathons liep, die heeft het overleefd. Maar die is nog steeds verre van de oude. Ja, dan praat ik over maanden geleden. Hoe komt het dan dat, ondanks al die voorbeelden die er legio zijn op nieuws, dat mensen dan toch zeggen van ja, de overheid heeft het bij foute eind, het is maar een griepje, het is allemaal niet zo ernstig, het wordt allemaal opgeblazen. Hoe komt dat? Eigenlijk begrijp ik het niet, want we doen toch genoeg moeite, denk ik, professionals en mensen. Maar een deel is wel dat degene die er het meest verstand van hebben, tegelijkertijd weten dat hun kennis beperkt is. Ja. Dus de echte experts zeggen nooit van, ik ben 100% zeker dat dit. En die zeggen vaak van, ja, we doen onderzoek naar dit en we doen onderzoek naar dat en we hopen dat. Terwijl degene die het meest de complottheorieën rond deze virusziekte verspreiden, die hebben geen enkele aarzeling, die hebben een stelligheid. Mm. Nou, dat. Ja. Mevrouw Van Vuren, is dat misschien ook het manco aan de communicatie van de overheid en het RIVM? Dat ze wat stelliger zouden moeten zijn van dit moet zo, in plaats van bijvoorbeeld het mondkapje wat eerst geen nut zou hebben en nu ineens wel nut zou hebben? Ja, ik weet het niet. Ik denk het is voor hun ook een onbekend virus. Mm. Dus ik denk dat hun alles doen wat ze doen kunnen, maar dat ze ook, omdat ze niet alles weten, ook gewoon soms dingen moeten bijstellen die eerder anders leken en toch veranderd zijn door ervaring. Ja, op 14 december heeft premier Rutte zijn toespraak gehouden vanuit het torentje. Toen hoorden we buiten de mensen die aan het demonstreren waren. Wat dacht u toen u dat hoorde? Lachelijk, dacht ik. Ja? Waarom? Ja, ik was er gewoon echt boos om. Mm-hmm. Gewoon dan denk ik van waar ben je mee bezig? Van neem het gewoon eens even serieus. Van laten we met elkaar de schouders eronder zetten. Mm-hmm. Ik was daar echt boos om. Ja, maar tegelijkertijd dacht ik ook toen van het is wel goed in beeld gebracht dat het kampen dus ook precies. Is. Ja. Het kampen ook denkt, zoals ik dat nu even in beeld achter u zie, van samen krijgen corona eronder. Alsof het zo maakbaar is. Ja. Alsof we mensen almachtig zijn. Ja. Want dat heeft ons dit ook geleerd, deze epidemie. Zoals 100 jaar geleden de Spaanse griep. Ja, we zijn ook maar kleine mensen die afhankelijk zijn. Het kan je zomaar van, overkomen. Zo'n virus kan zomaar ontstaan, maar in ieder geval ontstaan en ons overwinnen. Ja, en nu zijn er binnen christelijke kring bijvoorbeeld ook mensen die nogal kritisch zijn. Niet alleen over de maatregelen, maar ook over het vaccin wat op dit moment ontwikkeld wordt en al geproduceerd wordt. Wat vindt u zelf van het coronavaccin? Ik ga graag met ze in discussie. Ja. Om het te corrigeren, dat maar, beeld. Wat nou, vindt u zelf ja, van het vaccin? Ik zeg het expres een beetje stellig nu, om ook wat tegenwicht te geven. Ik denk dat zonder het vaccin gaat deze derde golf of een vierde golf een heleboel golven betekenen en we komen er niet uit. Mm. En dan denk je dat dit vaccin is met miljarden uit de grond gestampt. En ik ben, het klinkt een beetje cru als ik het nu zo ga zeggen, bijna blij dat deze coronaziekte ook in de westerse wereld is. Hoe bedoelt u dat? Nou, als het alleen maar in Afrika en Azië zou zijn, dan zouden we pas over 10 jaren aan een vaccin zijn gaan werken. Mm-hmm. Zoals malaria daar om zich heen grijpt en dodelijke slachtoffers heeft enzovoorts. Ik heb zelf in de ontwikkelingsland gewerkt een tijdje. En dan weet je hoe armetierig het daar soms maar dus toe gaat. Maar het is juist omdat het ook in Europa en Amerika is, wordt er harder gewerkt. Is er het hele jaar keihard gewerkt. Alle laboratoria, alle farmaceutische industrieën, universiteitscentra, om maar een vaccin te krijgen wat en effectief is en veilig is. Ja, mevrouw Van Vuren, hoe staat u tegenover het vaccin?
Ja, ik ben er nog erg over aan het nadenken. Mm-hmm. In principe ben ik niet voor vaccineren. Ik geloof echt dat ons leven in Gods hand ligt. En dat hij ziekte en gezondheid ons ook toeschikt. Vanuit zijn vaderlijke hand zelfs. Ja. Maar dit is wel een uitzonderlijke situatie. Dit is een hele uitzonderlijke situatie. Maar toch ook als ik dan de laatste periode heb beleefd. Hoe ik dat beleefd heb en zo. Dan heb ik toch dat trouwe zorg eigenlijk van de Heren ervaren. Mm-hmm. En dan denk ik van, durven wij ons nog helemaal over te geven aan de Heren? Mm-hmm. Want als de regering roept van samen krijgen we corona eronder, dan denk ik nee, alleen God krijgt corona eronder. Dus laten wij alsjeblieft ons terugkeren en laten we terugkeren naar de Heren. Meneer Lievers, reageert u? Ja, dit is de balans die wij proberen te zoeken hierin. Ja. Want tegelijkertijd weten we ook dat we gaan niet medische hulp of een operatie of wat ook maar niet doen. Om te zeggen, ja, maar dat kan de Heer beter. Natuurlijk kan de Heer het beter. Hij kan wonderen doen. Maar dat wil niet zeggen dat we met onze medische inzet en met onze apotheekkast enzovoorts stil moeten blijven staan. Alleen maar afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt. Ja. Natuurlijk moeten we die deskundigheid inzetten. Ja, nu wordt er wel gezegd van, nou, dat vaccin dat is heel snel ontwikkeld. Hoe kan de overheid of de ontwikkelaars van het vaccin, hoe kunnen zij mij garanderen dat de gevolgen op de langere termijn niet nadelig zijn, dat het überhaupt werkt? Die onzekerheid, hoe kan dat weggenomen worden? Door goede voorlichting. En gelukkig is de overheid daar nu ook mee begonnen, met goede voorlichting. Een beetje laat, vind ik zelf. Want kijk, normaal gesproken wordt een vaccin ontwikkeld in fases. Dat is ook nu gebeurd, maar die fases werden nu tegelijkertijd genomen, parallel. Ja. En ook de controles op de fases van, is het bij de dierexperimenten goed gebeurd? Is het bij de inclusie van patiënten goed gebeurd? Al die fases werden ook parallel genomen. Ja. En daarom kon het veel sneller doorlopen worden dan gebruikelijk is bij maar een nieuw medicijn. Zegt u dat dit vaccin in principe even goed getest is als alle voorgaande vaccins? Ja. Ja. Dat kunt u met zekerheid zeggen? Dat kan ik zeggen. Ja. Tegelijkertijd is het zo, kijk, De stoffen die nu gebruikt worden bij een vaccin, die zijn zo kort in het lichaam werkzaam, om namelijk ons immuunsysteem aan de gang te zetten. De politieagenten die in ons lichaam werken om vreemde virussen, bacteriën enzovoorts te herkennen, die zijn maar tijdelijk aanwezig. En als die politieagenten helemaal getraind zijn in mijn of uw lichaam, dan kunnen ze de volgende keer het virus snel herkennen en onschadelijk maken. Ja. Zo werkt het. Ja, mevrouw Van Vuren, u bent verzorgende, een zorgpersoneel, die mogen als eerste het vaccin. Ja, dat weet ik, ja. Maar dat gaat u niet doen? Nou, dat weet ik. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Nee, ik ben er echt over aan het nadenken. Ja, welke antwoorden zoekt u eigenlijk nog op welke vragen? Ik wil echt met mijn geweten overeenkomen dat de Heer het goed vindt wat ik doe. Ja. En daar ben ik nog naar op zoek. Ja. Ja. En als u kijkt, u heeft een tumultueus jaar achter de rug, zou je kunnen zeggen. Denkt u dat het einde aan het einde van de tunnel al licht is? Ik ben bang van niet, nee. Ik ben niet zonder hoop, want ik denk, de Heere regeert. Hij staat overal boven en dat is mijn houvast. Ja. En het is één wenk van hem en het virus stopt. Ja. Maar tegelijkertijd, als je de cijfers ziet en zo, ja, ben ik wel bezorgd voor het komende jaar. Ja. Hoe gaat u 2021 in? Biddend. Ja. Psalm 91. Ja. En wat staat er? Dat wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En zo hoop ik nieuwe jaar in te gaan. Zo gaat u biddend het jaar in. Ja. Nou, en u, meneer Lieversen? Nou, ik ben iets optimistischer over de corona. Mm-hmm. In de zin van, natuurlijk gaat het voorbij. Ik bedoel, de wereld heeft ook met de pestepidemie 100 jaar geleden, we hebben van alles meegemaakt. Natuurlijk gaat het ook weer voorbij. Maar er zal ook weer een nieuwe komen. En uiteindelijk is het ons in Gods hand leggen en daar uiteindelijk de redding van verwachten, het enige echte antwoord. Ja. Ik heb kort geleden, las ik in Paulus 2 Timotheusbrief, hoe die zei, hij weet dat zijn leven binnenkort beëindigd wordt. Hij wordt geëxecuteerd, dat ziet hij, voorziet hij. Maar hij weet ook van, ik heb het geloof behouden. En ik weet dat er ook een krans is, een erekrans voor mij. Dat soort besef mogen wij ook hebben. En dan mogen ook elkaar voorzeggen. Ja. Zonder tegelijkertijd de zorg voor elkaar te verwaarlozen. Ja, absoluut. Tot slot nog één vraag. Wat hebben we geleerd van corona? Afhankelijkheid. Afhankelijkheid. Maar ik zeg nu een beetje mevrouw Van Vuren naam, maar dat vond ik heel mooi gezegd. Ja. Uiteindelijk zijn we afhankelijk van onze Heer die de wereld bestuurt. Ja, en u, mevrouw Van Vuren? Ja, afhankelijkheid en ook inderdaad dat niet alles maakbaar is. Ja. Wij zijn als mensen gewoon schepsels van God. En wij kunnen denken alles onder controle te hebben. Maar uiteindelijk is het alleen God die het onder controle heeft. Ja. Ja, beide heel hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Elisabeth Van Vuren, verzorgende bij Huizen Nieuweoord in Woudenberg. En Paul Lieversen, arts palliatieve zorg bij, ik moet het goed zeggen, Laurens Cadenza Zuid in Rotterdam.
Dit was Uitgelicht voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Morgen en overmorgen zijn we er niet in verband met de jaarwisseling. Vanaf maandag zijn we er wel weer elke avond. Ik wens u een hele gezegende jaarwisseling en voor nu een fijne avond. Graag tot maandag.